Hoi, ik ben Richard van WP Helpdesk en in deze video ga ik laten zien hoe je contactvorm 7, de formulierenplugin, installeert, juist instelt en kan voorkomen dat e-mails verloren gaan wanneer ze toch niet juist aan mochten komen. En we beginnen echt bij de basis, dus we gaan de plugin installeren. Het eerste formulier instellen, we gaan aan dat formulier een paar velden toevoegen. Dan zorgen we ook dat die velden in de e-mail verschijnen. En we gaan ervoor zorgen dat de e-mails die ingezonden worden ook opslaan in de database van de website. Dus mocht zo'n e-mail niet in je mailbox aankomen, dan kan je die dus nog altijd terugzien in je website. Dus ook even voorkomen dat e-mails überhaupt ooit verloren gaan. En we hebben ook al een keer eerder een item gedaan over hoe je een SMTP-plugin kan instellen, zodat e-mails verzonden worden via SMTP. Maar dat is weer een hele andere stap. Naar dat artikel link ik in de omschrijving van de video. En voordat we van start gaan, zou het leuk zijn als je een duimpje omhoog geeft als je wat aan deze video hebt. En abonneer je ook op ons YouTube kanaal. Dan blijf je ook op de hoogte van toekomstige video's. Om te beginnen gaan we naar het dashboard van de website. En daar gaan we naar nieuwe plugin. Gaan dus naar nieuwe plugins. En dan zoeken we naar contactvorm 7. Dan is het overduidelijk de eerste optie. Klikken we op nu installeren. En vervolgens klikken we op activeren. Je ziet nu dus de plugin hier in je actieve pluginlijst tevoorschijn komen. En we zien hier een extra menuoptie met contact. En dan zie je daar weer subopties onder contactformulieren en nieuwe toevoegen. Dan gaan we als eerste naar contactformulieren. Nou, dan zie je hier wat waarschuwingen over voor als je wordt gespamd. En voor als er e-mail verloren gaat, wordt al genoemd dat je dan de Flamingo plugin kan installeren. Deze klikken we eventjes weg. Lees hem vooral zelf wel volledig door in je eigen tijd, maar dat behandelen we eventjes niet nu in de video. Dan hebben we hier ons eerste formulier. Klikken we op bewerken. En dan heb je hier de formuliertitel, of in ieder geval de naam van het formulier. De shortcode die je in een pagina of bericht kan plaatsen. De HTML-structuur van het formulier, inclusief de codes die de invoervelden maken. En dit is dan de verzendknop. Dan vervolgens heb je hier het tapje mail. En dit zijn eigenlijk de instellingen voor waarmee de e-mail verzonden wordt. Je hebt hier dus het e-mailadres waar de e-mail naartoe verzonden wordt, de afzender en het onderwerp en de aanvullende headers. Die reply to is heel belangrijk, want die zorgt ervoor dat als jij in je e-mailprogramma op beantwoorden klikt, dat dan de e-mail ook teruggaat naar de persoon die het formulier heeft ingevuld. Dan heb je hier de berichtinhoud, waar dus weer een aantal van die tags die uit het formulier stonden terugkomen. En je hebt hier nog een optie om gebruik mail 2, zodat je eventueel ook nog een e-mail naar iemand anders kan sturen. Bijvoorbeeld als bevestiging van de persoon die hem ingezonden heeft. Dan heb je de berichten tab. Daar staan de foutmeldingen onder die iemand in beeld kan krijgen, maar ook natuurlijk als hij met succes verzonden is. Dus als je weer een andere bericht wil laten zien, zoals bedankt voor je bericht, hij is verzonden, kan je dat hier aanpassen. Maar ook dus de verschillende fouten kan je hierin wijzigen naar iets wat je zelf wilt. En het zijn er nogal veel, maar het is voor ieder soort invoerveld is er een eigen foutmelding mogelijk. Dan zijn er nog de aanvullende instellingen. Die laten we nu even voor wat is. Dat is wat geavanceerder en niet direct noodzakelijk. Goed, dan gaan we als eerste deze shortcode kopiëren. En dan gaan we eventjes naar de homepage van de website. We hebben een statische homepage ingesteld. Gaan we de pagina bewerken. En dan gaan we hier het formulier invoegen. We hebben hier de nieuwe WordPress editor die sinds versie 5 standaard is.
En dan doen we het shortcode blok. Kijk, we zoeken even op de C om te kijken of contactvorm 7 een eigen blok ertussen heeft staan, maar dat is niet het geval. En dan is hier het shortcode blok onder de widgets. Die voegen we in en dan plakken we daar het contactvorm 7 shortcode. We drukken op bijwerken en als we dan teruggaan naar de pagina, dan zie je hier dus het formulier al in staan. Nou, dit is natuurlijk heel basis, want we hebben nog niks aangepast. Wat je dus wel meteen terug ziet is dus het stukje je naam verplicht. En dat staat ook hierboven het eerste invoerveld. Nou, dit kan je natuurlijk wellicht wat willen wijzigen. Dus je kan zeggen van nou, we willen hier je voornaam van maken. En we willen ook iemand zijn achternaam hebben. Nou, nu kunnen we de code kopiëren en hergebruiken, maar je kan ook hier de knop aandrukken en dan krijg je een invoermogelijkheid. We maken hem verplicht en dan is dit achternaam. Even kijken. Dan druk je op tag invoegen. En dan heb je dus alleen dit stukje, dus eigenlijk alleen het invoerveld. Dus wat je dan toch wilt, is toch de code eromheen. Dus het label stukje. Die kopiëren we mee. En dan zeggen we je achternaam. Nou, hij is ook verplicht, dus nemen we dat ook gewoon over. Zo, een enter ertussen. En als we nu het formulier opslaan en weer de pagina herladen, dan staat er je voornaam, je achternaam, e-mailadres, onderwerp. En dat is eigenlijk dan de basis. En zo kan je een heel uitgebreid formulier maken met de standaard mogelijkheden. Je hebt ook nog wat extra opties. Je kan een datum invoeren. En we kopiëren eventjes ook weer de label eromheen. Even wat sneller doen. Dit. Even kijken wat we hebben. We kunnen nog een telefoonnummer doen. Even zien welke opties er nog meer zijn. Je hebt keuzerondjes, tekstgebieden, een URL, drop-down met meerdere opties. Even kijken. Zo. Even zien, wat hebben we nog meer? Gaan we nog meer invoegen? Nee, we laten het eventjes hierbij. We slaan deze zo op. Herladen de pagina en we zien hier dus de verschillende mogelijkheden die we net hebben toegevoegd. Tot zover allemaal prima. Het nadeel is als we het formulier nu zouden versturen, dan komt alleen het voornaamstukje komt terug, het onderwerp en het algemene bericht. Want die staan in de e-mail. De velden die we hebben toegevoegd zojuist, die staan er nog niet in de e-mail tab verwerkt. Als je kijkt, hier staat dus your name, your email, your subject en your message. Dat zijn de enige velden die in de e-mail meegezonden worden. Maar we hebben dus net nu een hele serie meegezonden, of ja, extra toegevoegd. En die staan nu ook hier boven vermeld. En degene die donker zwart of wat donkerder van kleur zijn, dat zijn ook degene die nog niet in de e-mail genoemd zijn. Dus we maken hier dan, die kan je dus kopiëren. Dan doen we zo die vervangen, want de
naam kwam verder niet meer voor. De datumselectie. Telefoon, ook altijd handig om hem toch erin te vermelden. De drop-down. En dan halen we nog het bericht. En op deze manier krijg je dan toch, worden alle velden meegezonden nu. Nou, als je nu ook wilt dat de persoon die de e-mail ingezonden heeft een bevestiging krijgt, dan kan je dus het mail 2 vinkje aanzetten. En kan je daar ook een bericht invoeren. Dus kan je bijvoorbeeld zeggen van, hey, we hebben je bericht ontvangen. Dan gaan we weer eventjes terug, want dan hebben we dus weer de voornaam nodig. En die worden dan dus, zodra de e-mail verzonden wordt, automatisch omgezet naar de naam die iemand ingevoerd heeft. Nou, dan zeggen we van, hey, we hebben je bericht ontvangen en ter bevestiging ook een kopie. En in principe kan je dan vervolgens natuurlijk weer gewoon deze gegevens kopiëren. Je kan nog even de footer wijzigen, dat kan wat professioneler ogen. En dat is het eigenlijk hoe je dan de e-mail aanpast. Het aanpassen van de foutmeldingen en de succesmelding hebben we al benoemd. Dus het is eigenlijk in basis hoe je het contactformulier maakt. Als je contactformulier 7 nieuw installeert en nog niet eerder gebruikt hebt, dan staan al deze instellingen ook juist. Dit aanveld, dat is standaard het e-mailadres van de beheerder. Dat is degene die onder instellingen algemeen staat. Deze kan je wijzigen naar een ander e-mailadres als je dat wilt. Het van-adres, dat is eigenlijk altijd de website titel plus WordPress apenstaartje het websiteadres. Nu kan je hier een ander adres invullen, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want heel vaak zijn webhosting-omgevingen zo op ingesteld dat je niet uit naam van een ander domeinnaam e-mail kan versturen. Anders zou ik namelijk hier ook heel eenvoudig iets kunnen invoeren als google.com. En dan zouden mensen kunnen denken dat ze een e-mail krijgen van Google, terwijl ik het zou zijn. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus daar zijn vaak al wel maatregelen voor getroffen. Dus hier moet je altijd heel erg opletten dat dus een afzendadres ook het domeinnaam van je website bevat. En dat is ook het punt waar bijvoorbeeld een SMTP-plugin veranderingen in kan brengen. Als je uit naam van een andere websiteadres e-mail wilt versturen en de websiteadres zelf dus een andere naam is, dan heb je daar vaak een SMTP-plugin voor nodig of een ander aanvullende plugin, zodat je uit naam van een ander adres kan versturen. Voor nu laat ik dit eventjes zo. Het onderwerp, dat kan je in principe alleen your subject neerzetten, maar als dat geen verplicht veld is, dan kan het voorkomen dat dus de onderwerpregel, de subject line van je e-mail, blanco is. En dat is weer niet zo overzichtelijk, dus meestal wordt er wel aangeraden om daar dus een bericht of een stukje tekst neer te zetten en het onderwerp. De reply to zou je eigenlijk altijd dit moeten zo moeten laten, het reply to en dan het e-mailadres of het e-mailveld wat gebruikt is. En de berichtinhoud hebben we al besproken. Dan slaan we die op.